Vandaag nemen jullie mee naar de Army Base. Ergens midden in België. Fantastisch mooie locatie, mooi natuurgebied en op dat natuurgebied staan prachtige oude barakken. Vandaar de Army Base. Naast de Army Base een mooi vervallen kasteel, genaamd Kasteel Rochendaal. Helaas kunnen we daar niet meer gaan kijken, want het is te gevaarlijk, het is te ver ingestort om daar nog te onderzoeken. Dus we hebben het mooi gefilmd van de buitenkant en we gaan verder op onderzoek. Ga je met ons mee? Hey, goedemiddag, goedemorgen of goedenavond, precies net wanneer je kijkt. Welkom bij weer een nieuwe video. We zijn op een hele vette locatie. We zijn hier al ooit eerder geweest, samen met Maries en Bianca van de Spookjagers. Het was echt een onwijs toffe avond toen. We zijn een keertje teruggegaan om eens te kijken wat we vanavond weer kunnen beleven. Want volgens mij is er nog genoeg te halen hier. Dus ga lekker met ons mee en laat je verrassen. Eens. Wij zijn hier, ik denk, anderhalf jaar geleden geweest, zoiets. Het was een hele toffe avond. Door die avond zijn wij, denk ik, juist meer hierin beland. Voorheen hadden we iets van, ja leuk om te kijken, kerel, Discovery, weet jij veel, YouTube, Steven de Vries, zeg maar. Maar ja, deze avond heeft het voor ons voor eens of altijd veranderd. Ik ben Luc, ik ben weer mee met Danny en mijn oom, Dave. En ik hoop dat het weer gezellig gaat worden. En leuk. Gezellig sowieso. Maar ik denk ook spannend, toch niet Danny? Gezellig wordt altijd. En spannend, ik denk wel dat het spannend wordt, ja. We liepen hier net het gebouw binnen. En we voelden al meteen van alles. Net hoorden we al van alles om ons heen. Ik moet wel zeggen, het is wel lastig te horen. Het heeft ontzettend hard geregend zojuist. Zoals je ziet, er zit een heel klein beetje een gat in het dak. Dus het lekt als een zeevier. Dus we horen heel veel druppelen. Maar ondanks dat we ook druppels horen, horen we het ook een iets ander geluid. Wat ja, iets anders te... is dan een regendruppel, zal ik maar zeggen. Kan nog steeds iets anders zijn, maar dat gaan we meemaken. Dus ja, ik denk spannend. Ik denk wel. Ja. Dan gaan we daar kijken wat er gaat gebeuren. Goedemiddag. Wij zijn weer terug op deze locatie. Dat is lang geleden. Misschien herken je ons nog een klein beetje ergens van. Doe je iets of niet met telefoon? Oké. Het is al wat langer geleden dat we hier geweest zijn. Misschien herken je nog een beetje van ons, ik weet het niet. Ik zal mij voor de zekerheid even voorstellen. Mijn naam is Danny. En ik heb twee mensen meegenomen. Mijn naam is Dave. Mijn naam is Luc. En samen zijn we hier met z'n drieën om eens te kijken of we met jullie kunnen communiceren of kunnen praten. Wij zien jullie niet zo goed, dus de enige manier waarop wij met jou kunnen praten is als je lampjes aanraakt voor ons. Heel goed, nou ben je daar al mooi met het lampje, met een balletje aan het spelen. Dan heb ik hier ook balletjes liggen. Zou je eens willen proberen of je bij mij durft te komen zitten en hier een balletje aan te raken? Hier op tafel liggen ook balletjes die knipperen. Wil je dat eens proberen van mij? Kom maar even dichterbij. Wil je eens proberen om hier een balletje aan te raken? Dat balletje. Vind je dat toch spannender of interessanter dan dit balletje? Ja, dat mag. Ik ga bij het balletje daar een apparaatje bijzetten. Een klein zwart apparaatje. Daar hoef je niet van te schrikken. Dat zwarte apparaatje, dat is gewoon net wat makkelijker. Want dan kunnen we je niet alleen zien, maar dan kunnen we je ook horen. Vind je dat goed? Als je het goed vindt, dan mag je even nou het balletje aanraken. Of maakt het niet zoveel uit? Of vind je dat niet goed? Danny. Vind je het zwarte apparaatje gewoon een beetje spannend? Dat mag ook.
Ja, goed zo. Fijn dat je er bent. Hey, ik kom weer naast jou, zit aan tafel. Van mij valt gezellig. Kijk eens. Zo, daar ben ik weer. Wil jij voor mij eens... Goed zo, dankjewel. Hé, hey, wat leuk en wat fijn dat je er bent. Nou kunnen we dadelijk misschien wel eens gaan kijken of dat we vragen kunnen stellen. En dan is ja, is het balletje aanraken. En nee, is het groene lampje aanraken. Wil je dat eens proberen? Vind je het fijn dat ik hier ben met Dave en met Luc? Ja, is het balletje? Nee, is het groene lampje. Of maak je het er niet zo wel uit? Dat kan natuurlijk ook. Ben jij een jongen? Of een man? Laat dan de balletjes knipperen. Ben jij een meisje? Of een mevrouw? Koud, jongen, hier. Mijn hand is helemaal koud. Alleen is er zo'n mist, weet wel, net zoals we zoveel, dat het hier zo koud is. Ja, oh, weerlijk. Hier zo, ben je goed, dat er zo'n golf zo afkomt zo. Hier is het helemaal koude lucht nou, denk ik. Terwijl alleen hier, deze hoogte, deze hoogte, deze hoogte, deze hoogte. Buiten is het warm, dus dat kan. Voel je het? Kijk hè, moeilijk. Het is alleen hier. Hier stopt het weer, hier is niks. Hier, ja. Moeilijk. Dat is moeilijk. Hé, hey, ben je weggegaan? Dat hoeft toch niet? Je hoeft hier niet weg te gaan. Zal ik eens even opstaan, want daar hield ik het ook heel goed. Vind je het misschien fijner als ik toch gewoon hier sta in plaats van naast jou zit? Heel dichtbij, hè? Is het zo prettiger dan, denk je? Niet veel van het gezicht. Ja. Constant. Heel klein, hè? Ja. Je staat in het raamopening, denken Danny en ik. Kan je dat nog een keer doen? Misschien moet Luc een vraag stellen. Toen wij net binnenkwamen, naar boven liepen, stond jij toen in de andere kamer? Dat was wel een hele goede vraag, hè? Absoluut. Stond jij in die andere kamer of niet? Als je het een beetje spannend vindt om de lampjes aan te raken, dan zou je ook iets anders kunnen proberen voor ons. Zou je wat een geluidje kunnen maken? In dat hek. Ja. Nou, als je de auto een beetje waar wij zijn. Zou je eens een geluid kunnen maken voor ons? Ja, zou je nog eens een keer wel gaan zitten kijken wat er is gebeurd?
daar kom ik weer bij je zitten. Als je hier nog bent, want je zit nou achter mij, denk ik. De koude lucht is ook weg meteen. Hey, fijn, fijn dat je er bent. Dankjewel. Dankjewel zeg, dat is echt super fijn. Nou. Zie je, zo eng ben ik helemaal niet. Nee, precies. Hey, leuk, wil je eens vertellen aan mij of jij een jongen bent? Of je een man bent? Of ben je een vrouw? Heel lichtjes op de groene knipperdeelzakjes. Een meisje dan, denk ik. Ben je een meisje dan toch? Of ben je een vrouw? Waarom ben je weer weg nou? Ben je een beetje een spelletje aan het spelen? En dat is de vorige keer. Ben je ook gestopt met spelen met mij? Dat weet ik nog wel. Dat was wel heel leuk, toen moest ik je allemaal zoeken. En, ik kan mij iets minder goed verstoppen hier allemaal. Een beetje rot. Maar verstoppertje, ja. Dus tot 5 tellen. En je verstoppen dan. En dan moet je proberen om hier heel snel bij het balletje te komen. Draai ik mij om. Stap ik op, ja? 1, 2, 3, 4, 5. Wie niet weg is, is gezien. Dus dan moet jij, voordat ik jou vind, moet je een balletje aanraken, dat weet je wel, hè? Zeg maar. Iemand gehoord? Ja, dat piepen. Ja? Dat is een vragenlijst. Hoe was dat nu? Nee. Ja, kom volgens mij daar vandaan. Ja, dat is het ook. Hé, nou hoort het weer. Bel ik opvangen? Dat is mijn school. Ik heb mijn school. Ja, dat denk ik wel. Ben ik al in de buurt? Ik heb jullie niet gewonnen, dus als je slim bent, dan ren je snel naar dat balletje. En als je knipt, dan heb jij gewonnen. Dan heb je gewonnen. Moet je heel goed op met de balletjes, hè? Dat is niet meer moeilijk, hè? Zit je hier? Ja, je hebt gewonnen. Goed zo. Had jij mij toch mooi te pakken, want ik had jij niet gezien. Dit is wel wat je toch? Ja, ja. Wil je ook schot van mijn schaduw? Ik liep een schim helemaal in de hoek. Maar dat komt omdat ik zo deed en toen was mijn hand. Hé, hey, maar leuk man, je hebt gewonnen, wat goed. Nou ja, daar heb ik gezien dat we ook spelletjes kunnen spelen. Vind ik op zich wel een keer leuk om te doen. Dave ook wel toch, en Luc? Mm-hmm. Ja. En daar ben je heel goed in, heb ik al gezien. Maar lukt het jou ook om eens te zeggen of je een jongetje of een meisje bent? Lukt dat? Of is dat een moeilijke vraag? Want ik weet niet zo goed hoe oud dat je bent eigenlijk. Waar is dat water? Ja. Echt hier, hè? Mm-hmm. Heb jij pas gezwommen hier? En was dat niet helemaal goed gegaan? Waarom die kutschoenen? Ik denk dat het komt door de thee, omdat ze nat zijn. Ja, er lag het al onder. Mm-hmm. Hey, had jij hier in het water gezwommen? En was dat niet helemaal goed gegaan? Was dat wel goed gegaan? Moet lekker zwemmen. Of heb je niet gezwommen? Of
Voel je nog, of zie je nog gezichtjes? Hé, daar ben ik weer. Kijk, want als ik zie dat jij zo goed bent in verstoppertje spelen, dan ben je voor je ook heel goed in zwemmen. Toch? En ik hoor stem buiten. Stop maar. Wij komen straks terug. Dankjewel. Ja, ik heb ook al een paar shots van gemaakt, die breng je toen een keer af. Ik heb geen idee. Ja, ja, dat dacht ik al, ja. Daarom dat ik al lief hangen, ja. Danny, mag ik jou vragen hoe je het voelt ten opzichte van de vorige keer? Ja, zeker. Ik kom net hierboven. Oh, ja, daar kan volk aan wandelen. Net hierboven en meteen zat alles vlot. Ik kreeg echt geen lucht meer. Ik moest ook even bijkomen net. Je zag me de deur gaan. Dus het is meteen echt volle bakkas geven hier. Dat zal ik maar zeggen. Goedenavond. Hallo, hallo. Hey. Zijn we al naar beginnen? Ja. Ik vind het shot en het licht schiet toch wel mooier dan in het donker, moet ik zeggen. Nou, daar zag je de vorige keer allemaal niet in het donker. Nee. Hier was hij, hè? Mm-hmm. Hier was hij. Oh, hier gaat hij. Oh, hier gaat hij hangen. Ik zweer het. Ik heb trouwens goed en slecht nieuws. Want ik had gezegd dat ik me helemaal vast zou bijten in de geschiedenis. Het goede nieuws is, dat is gelukt. Ik heb alles kunnen vinden. Het slechte nieuws is, er was weinig te vinden. Dat weet ik. Ik heb hier wel iets gevonden. Is er iemand die een gevoel heeft hier in deze kamer? Bij deze kamer? Ja, dat was in de andere deel. Wat voel je? Gewoon heel zwaar weer.
specifieke plaatsen? Ik heb eigenlijk nog niet echt een rondje gelopen, maar... Nee, maar waar we nu zijn, dus voel je specifiek ergens dat het heel zwaar is of dat je denkt van... Ja, vooral op je schouders, zeg maar. Dat op het moment nog niet, kan wel komen. En welke ruimte heb je dat? Hier, ja, hier. Zijn. Waar jij hieronder gaat staan? Daaronder. Ja. Het gevoel erg of minder? Het blijft een beetje hetzelfde, ja. Hetzelfde, hè? Blijft wel een beetje hetzelfde, ja. Oké. Okay. Hetzelfde gevoel als dat we daar een andere deel... Ja. Oké, cool. Voor de rest valt die wel mee, hoor. Hier gaan we in het donker terug. Mm-hmm. Gezellig. Ja. En dan zal ik je straks vertellen waarom dat we naar deze kant terug gaan en wat hier gebeurd is. Ik weet niet wat ik heb, is een schouder, maar ik had een spierpijn. Nee, dat is niet zo. Dat is gunstig als je schouder voelt. Ja, maar het is alleen die, het is niet. Ja, dat is op zich prima. Dat kun je niet meer zien. Zeg niet. Is het hangen? Is het hier? Ja, dat is. Ja. Ja, dat dacht ik al. Extra vliegtuigstand, ik kijk. Ja, nee, nee, dat snap ik. Ja, dat dacht ik al. Nou, dat weet je meteen. Ik denk niet dat het tegen hoort. Nee? Ik denk niet. Iemand iets gehoord? Hé, wat? Nee? Mooi, door! Ja, dan wil ik het weten. Ja, maar dat is straks. Ik heb door mijn lichtje nu wel. Dat is het beste. Ik heb proberen te volgen, maar... Straks gaan we hier een testje doen. Het testje is als volgt. Als we straks een paar man daar aan die kant zijn, hè, dat is in de centrale ontmoetingszak, de kantine zak maar zeggen. Dan, dan mag er één persoon, als je durft, hier naartoe teruglopen, naar deze kamer, gewoon even ervaren. Stel jij helemaal open voor alles en dan mag je teruglopen. En dan kijken wat je voelt of wat er gebeurt. Dat vind ik wel even interessant. Het is hier gewoon koud. Ja. Toen die andere kamer ook nodig was. Ja, precies. Ja, tot zover de bar dus. De bar was er toen nog maar heel. Ja. Jammer. Alles van kapot. Dan denk ik, ik zeg gewoon, is dit die bar? Dan zeg ik, ja, is dit bar? Dat was er nog gewoon. Nou ja, dat is logisch. Dat die trappen zwakjes voelde. Want alles komt hieruit. Alles komt hieruit. Daar is niks. Daar is helemaal niks. Nou. Oh, kijk. Maar ook... Oh, kijk. Waar zijn ik? Met z'n tweeën. Ik heb precies hetzelfde. Daar. Die was. Kijk, helemaal kippen. Heel kort was die. Maar wel duidelijk. Was net zo groot als het kind. Dus ik weet niet wat het is. Het kan ook nog steeds daar zijn die naar het zitten kutten. Ik geloof het niet, maar... Er is absoluut iets. En waar moet daar een gezicht in gezien worden? Helemaal nergens in. Ben je het met me eens? Jij zegt dat en ik voelde... Ik hoorde mijn stok, hè? Je hoorde de kamer. Idee hetzelfde, toch? Niet normaal, hè? Ik heb precies hetzelfde. Ik heb wel op elbow mijn armen. Dat is een malle. Dat was bizar. Ja. En niet vergeten te filmen, jongens. Ja. Dat is al belangrijk, hè? Ja.
sigaretten bij. Nou, succes dan. Ja, ja. Als hier iemand bij ons is, zou je eens een balletje kunnen aanraken zoals je net al deed. Of eventueel een van de twee kastjes met het groene lampje. En we hebben ook twee andere zwarte kastjes staan. Die maken misschien wel heel veel herrie. Maar dan moet je zeker dat je hier. Ja, ik zal jullie vertellen waarom wat er aan de hand is. De vorige keer dat wij hier waren. Toen ben ik alleen naar die helemaal achterste kamer toe gelopen daar. Toen ik daar was, dat was het pikken donker, dan gaan we straks weer proberen. Had ik het sterke gevoel dat er iets bij me was wat ik misschien niet zo prettig vond, zou ik maar zeggen. Er was iets heel sterks om mij heen. En dat achtervolgde, ik krijg heel benauwd dat ik erover praat. En die achtervolgde mij de hele tijd. En dat vond ik wel een heel gek gevoel was daar. Nou, dus ik kom hier terug en ik heb het losgelaten hier bij meteen dat we hier die drempel op gingen, was het weg. Liet het mij los. Vervolgens was ik iemand anders bij, heel sceptisch, en die jongen zei van, daar geloof ik helemaal niks van. Ik zei, nou, kom, loop maar mee. Ja, weet je, dan gaan we het proberen. We hadden een rempot, hadden we daar neergezet, op de drempel. Ja? Oh ja. Daar, op die drempel, hadden we de rempot neergezet. Vervolgens zijn wij doorgelopen, donkere kamer in, en ik zeg, ik voel het weer. En hij zegt, ik voel ook niks. En we lopen terug, en ik voelde het zo hard in mijn rug, en op een gegeven moment zei hij van, we worden gevolgd. Ja, ik zei, daar zeg ik net, we worden gevolgd. En hij vond het heel gek. Hij geloofde helemaal nergens in. En hij vond het heel gek. En wij stappen hier de drempel over. En we doen dit. En meteen dat ik dit doe, gaat die rempot als een dolle af. En het is niet meer bij ons geweest. Dus het blijft hier hangen. Het kan hier niet weg. Dus wat hier zit, dat zit hier op deze etage. En het allerergste in die kamers hierachter. En dat is zijn thuis, haar huis. En daar voelt hij zich veilig in. Ik stond precies hier waar ik nou ook sta. Mm-hmm. Dave die zet zijn camera aan. En meteen het eerste wat er op zijn camera verschijnt is een... Een tweede gezicht. Is een tweede gezicht wat naast mij verschijnt aan de ene kant. En meteen dat hij dat zegt, stokt zijn aan, echt zo. En we krijgen allebei helemaal zichtbaar kippenvel. Dat was toen net? Net, ja. 10 minuten geleden. Dus daarom dat we dat goed hebben gemaakt. Oké. Okay. En dat gezicht zag ik daar langs Danny. Mijn camera die pakt zeg maar ieder zijn gezicht, van een vierkantje mee, een oogje en zeg maar. En hij pakte net naast Danny, iets lager als Danny, maar nog een gezicht. Ja, dat heb ik toen bij het Hobels wel gezien, zo'n vierkantje. Ja. En dat gebeurde dus net ook heel sterk. En meteen stokt mijn adem en krijgen we allebei echt kippenvel tot op het bot. Dus dat wil zeggen dat hier echt wel serieus is aan de hand is. Ja? Ja. Ik ben benieuwd. Dus dat is al wel. En dat was het moment dat we net hadden over dat deel. Verschrikkelijk ja. Dit is een knikker. Echt? Ja. Nou, we zijn serieus aan. Ons doel is om te checken of hier iets of iemand is, wie hier is en vooral wat hier gebeurd is. Ik heb daar een heel sterk gevoel bij. Ik heb daar zelfs de vorige keer net weer een visioen bij gehad wat hier gebeurd is. En ik wil echt gewoon checken of dat zo is. En ik hoop dat we met z'n vieren dat voor elkaar kunnen krijgen hier. Ik had dat gevoel ook de vorige keer toen ik hier binnenkwam. Ja? Ik had dat gevoel ook de vorige keer toen ik hier binnenkwam. Ik heb het constant sterk benauwd hier. Dan krijg je inderdaad wel weer dat zware gevoel krijgen terug. Ja. Ik heb het benauwd. Had jij dat andere apparaatje bijna ergens verstopt? Ja. Top. Dit is ook K2 meter. Maar dan een digitaal. Oh. Ja, dat weet ik niet hoe dat werkt. Nou. Daar zijn we dan. Ik loop af en toe, dat weten jullie onderhand van mij.
Loop je een stukje naar me mee. Wil je dan naar de trap gaan? Zullen we eens de andere kant op lopen, naar de trap, wat hij heeft gezegd. Ja. Hè? Ja. Ja? Maar ben je een lichaam? Hè? Een lichaam. Nee joh. Waarom? Waar? Ja, hier. Kloosje. Bij de K2 meter. Wel mooi in huistuin. Ik kan alleen niet verder gaan voor de camera. Loop je hem terug naar mij? Of was je de kamer niet uit geweest? Kijk eens. Dan zijn we terug. Terug op de plek waar je het net zo fijn vond. Kijk, hier is Luc en Katie weer. Hoe gaat het met Luc en Katie? Sorry? Hoe gaat het hier? Ja, toen net ging ik al 2 meter ging helemaal naar het gele bolletje. Mm-hmm. Maar nu is hij... Had ik het daar ook? Ja. Precies. Ja. Oké. Okay. Cool. Verder ook nog niks gebeurd met de rempot of de kattenballetjes. Dit is een lamp uit. Nee. Oh jee. Het is een zaklamp van de film. Oh. Timer, want je kunt dat, ik geloof. Was dat? Zet dat ding uit? Nee, dit is dus K2 meter. Oh. Hey, we zagen net al dat je de rempot af liet gaan en een kattenbolletje. Nou, dat vonden we natuurlijk ontzettend fijn om te zien. Als je hier nog bent, hè, zou je dan misschien nog een keer de apparaatje aan kunnen raken, zodat we in ieder geval nog weten. Dat je hier bent, omdat je niet weg bent gegaan. Zoals Danny net ook al zei, we kunnen jou natuurlijk niet zien. Dat is altijd een beetje lastig. We kunnen jou alleen zien als je een van de apparaatjes aanraakt. Of het kattenballetje. Dus dat zou ik wel heel erg fijn vinden. Als je dat eens voor ons zou kunnen doen. Misschien met Danny meegelopen en met Luc. Nou, in ieder geval fijn dat je hier nog bent. Dat is heel erg fijn. Zou je misschien voor mij ook een ander apparaatje aan kunnen raken? Misschien ook met een rode lampje? Mag je leven loslaten en dan mag je voor mij leven proberen om het rode lampje of het balletje aan te raken. Zou je dat eens willen proberen voor mij? Goeie.
Ben je nog? Kate, mag ik jou eens vragen om over het raam te stappen? Op jou te stappen? Zeg even dat precies. Oh, ik kom mijn leven langs. Sorry. Ja, sorry. Ik hoop dat het licht. Hé, bijna weg. Kijk eens, goed man. Wil je dat alleen Danny daar staat? Kan je dan het balletje nog een keer gaan? Hij ging uit Emma aan. Kan je het balletje laten branden? Ja, oké. Okay. Moet ik hier blijven staan? Oké, okay, kom. Tuurlijk moet ik hier blijven staan. Dat is lekker makkelijk voor ons. Moet jij daar alleen blijven staan? Moet ik hier alleen blijven staan? Of mag ik hier bij mij staan? Oei. Maar wie? Nee. En wie mag er bij mij staan? Wie mag er bij mij staan? Ja, dat is makkelijk. Maar ik wil weten wie. Dat is ook wel een moeilijke vraag, want je kan natuurlijk niet tegen me praten. Nou. Wie kan er bij mij staan? Is dat Katie? Mag Katie bij mij komen staan? Mag Luc bij mij komen staan? Mag Dave bij mij komen staan? Of mag Danny hier alleen blijven staan? Kan ook. Ja. Ja, dat is prima. Maar wat bedoel je mensen? Oh ja, tuurlijk. Ja, je staat heel dicht bij mij nou, hè? En ja, wat dan bedoelde jij waarschijnlijk net met dat ze met z'n tweeën zijn, want ja, jij bent natuurlijk ook. Dus wij staan met z'n tweeën hier, dus dat heb je eigenlijk al een beetje goed. Nou wil ik jou eigenlijk vragen, kun jij me antwoord geven op de vraag of jij een man bent? Ben je een man? Of ben je een beetje aan het heen weer huppelen? Is jou deze bovenetage van jou? Ja. Kan twee levens zijn. Ja. Of jou, of mij. Hij ging op jouw stem af. Ja, precies. Of je mogen vibraten van mijn stem zetten. Gewoon... Vind je de andere kamer akelig? Of zit er iemand dat je niet goed durft te reageren op ons? Is er iets ergs gebeurd hierboven? Scherp staan. Nee. Dat kan ik wel eens proberen. Het is donkerder al, hè? Mm-hmm. Steeds tanden hier achter. Goh, dat voelt zo niet goed daar, joh. Dan ben je er niet meer alleen in. Is er iemand die te durft om alleen in de kamer te gaan? Oh, jee. Niet alleen. Ja. Op hand en hand iemand anders. Nee. Ja, man. Ik wil best wel een keer heen lopen hoor. Heel hard lopen. Wat een goed weer. Hij is echt. Dat hangt er al 5 jaar in de zeg, niet langer. Goed al even gedacht. Hè? Ik heb toch niet. Ik heb iets donker. Is dat als je durft? Ja. Wat moet ik daar gaan doen dan?
naar achter lopen. Maar ik wel een lamp aan doen, voor het weer maar. Nou, dat eigenlijk dus niet. Goed helemaal naar achter lopen. Alleen als je terugkomt, zak wel zak op je aan maar. Dat durf ik echt niet. Is het onder bij de deur? Ja, ik wil wel kijken tot hoe ver ik wil. Nee, ik wil het niet. Hij kakt nog in de kast op. Hij was. Het is wel wat eerder. Ja, ik doe het. Nee, dan ga ik niet doen zonder lamp. Nou, dat is. Kijk, je wel wat. Ja, dat is. Nee, ik klop er nog vandaag van me. Ja, jij maar. Mijn lamp wel, niet zonder lamp. Dat ik zit de vleermuis in. Vleermuis in? Oh, heel die in je haast die je niet hebt. Ja. Waarom komen die beneden? Dat is die eerste keer dat ik pas samen heb, geen probleem. Je loopt weer tegen een rollenkant. Maar joh, ik dacht die bal vliegt. Die bal vliegt. Hij stond er lekker. Ik kon het best samen met iemand heen. Zo hoog kippen. Nou, doe het anders. Moe met z'n tweeën. Ja, met z'n tweeën. Dan durf ik al. Als ik bij de deur blijf staan, dan durf ik al. Ik durf alleen maar nog wel lang aan de deur. Maar dat mag niet. Dat is vals spelen. Ach jongen, die komt het niet op jou af, man. Je hebt niet haar. Ik zag net nog wel op de mensen. Moet je zien. Mag ik daar weer bij staan? Het is namelijk zo, wat het triggert. Telkens weer, is als ik die kamer inloop naar achteren, dan voel ik het, loopt hij mee terug. Ik krijg gelijk, ik sta hier voor die deur en ik kijk daar naar achter en ik krijg echt gelijk zo'n gevoel van. En stel dat ik hier zou blijven staan, hè? Als jij nou eens hier blijft staan zo, en je loopt naar achter zo, zou je dat dan wel durven of is dat lastig? Kijk, er is feitelijk niks, hè. Het enige wat er is een entiteit die het leuk vindt om een beetje kippenvel te bezorgen. Dus het enige wat je hoeft te doen, loop je terug. En wat mij altijd helpt, is dat ik gewoon hardop praat. Ik praat gewoon tegen hetgeen wat er wel of niet is. Goedendag, Stella. Ja. Ja, ik denk dat we hier niet veel mee gaan meemaken. Nee, sinds dat die andere bij mij gekomen is, dan. Ja, jammer genoeg. Nou, we zijn in een heel groot gebouw geweest hier. Er gebeurde van alles, maar ook niet heel veel, jammer genoeg. We hebben ons eigen even opgesplitst en verdeeld in een paar groepen. Een groepje die ging die kant op, een andere groep ging de andere kant op. In de kamer hier achter ons, daar is een slaapkamer geweest, daar is ooit wel iets gebeurd. En daar zat wel een heel sterk gevoel bij. Daar kregen we om en om kregen we de kippenvel. Dus daar zit zeker wel iets. Onze K2 meters gingen er soms op af. Helaas hier niet de rempot, wel de kattenballetjes. Dus dat is wel tof in ieder geval, daar gaan we toch iets op laten zien. We gaan nu naar een ander gebouw toe en dan gaan we zo meteen de SS-methode uitvoeren. Kijk eens, TikTokLive.nl. Hier ga ik zo meteen de SS-methode doen. Wie is er met ons aanwezig? Wil je je naam vertellen? Hoi. Hallo. Zou je naam tegen ons willen vertellen? Hoe je heet? Binnen? Ja, we zijn binnen. En jij bent hier ook binnen. Vind je K2 meter interessant? Met het groene lampje dat er staat. Vind je dat leuk? Sta je langs? Achter? Ja. Is de achter leuk of niet? Tikken? Ja, ik hoor het tikken. Druppels. Kamer? Kun je tikken in de kamer? Ja, laat wel horen. Wat een tik. Ja? Achter mij. Ja?
Kun je ook een harde tikken, dat hoor ik niet. Tik maar eens een keer daar achter zijn bij regels. Dat was hem hier. Dat was hem. Mm-hmm. Is dat een wat? Nee, dat was wel aardig. Dat was een pak. Dus, je staat daar bij eens achter bij Sam dan. Zijn jullie misschien er meerdere? Met hoeveel zijn jullie hier? Ben je maar alleen? Zijn jullie met tweeën? Met drieën? Wil je ons nog iets laten zien? Of horen? Lamp? Een lamp. Ja, dat klopt. Zet er een lamp aan. Schoen. Ligt daar een schoen, zeg. Schoenen. Ja, wij hebben schoenen aan. Voor deur. Dat klopt. Als je daar door de deur loopt. Wat staat daar voor je? Sta je bij die schoenen? Ben je bij die schoenen? Klok. Klok. Hier staan die schoenen. Als je bij de deur wordt opengehouden. Waar is die klok? Oh. Daar. Waar is daar? Daar, bij de deur. Hangt daar de klok? Ik zou het wel iets. Ja, daar zit een lamp aan. Schaduw maar. Achter je? Achter wie? Achter mij. Achter Luc? Ja, weer een tik. Gooien. Ja, doe maar. Is goed. Ik. Kom. Wie? Mooi. Danny. Ja, waar gaan we heen dan? Vloot er iemand? Nee. Zoiets. Wacht. Waar moet Danny naartoe? Kun je dat duidelijk maken? Waar moet ik heen lopen dan? Verkeerd. Loopt Danny nou verkeerd? Ja? Waar moet Danny heen? Wat? Verkeerd. Geert. Wat is helemaal? Andere kamer. Andere kamer. Welke andere? Oh, vleermuis bij het even mee dan. Moet Danny naar de kamer met de schoen? Ja, precies. Wil je dat Danny naar de kamer gaat waar die schoen staat? Is dat wat je wil? Moet Danny die kant op komen? En dan loopt Danny nu die kant op. Deur. En wat wil je met die deur? Schoen. Misschien met die schoen aan. Schoen, deur. Kan hem gooien. Wil je dat Danny die schoen aan de kant zet? Alleen. Nee. Wil je dat Danny alleen naar die schoen gaat? Je gaat er mee? Ik kan mee. Danny, kun je mee? Die gaan naar die deur toe. Trap. Trap. Rechts af. Trap rechts af. Ik denk die vliegt echt tegen mijn neus aan. Wat wil je dat ze gaan doen bij die trap rechts af? Maar echt, hè? Oh, ik durf de deur niet aan. Waar vliegt die... Ik denk zo hier in de kast plant. Zit daar iets? Dat is een fuck weg jij. Kijk jongens. Hop. Hop. Ja. Oh sorry, we willen wel, maar dat... we worden aangevallen. Eén schaaf gelopen. Ja, dat helpt. Ik heb niet waar, ik wacht op een dentist. Ga maar weg. Ga maar ergens anders zijn. Kom maar. Ik ga gewoon je schoenen in het licht raaf, uit. Raaf. Stop lachen. Oh, sorry. Sorry. Stop met lachen. Deur. Welke deur? Kijk. Schoen. Waar ja, lopen ze nou in? Wat is daar te doen? Waar? Daar, wat is daar te doen? Je. Ja. Loopt. Ja. Schoen.
trap rechtsaf. Dat moet eigenlijk niet communiceren. Schoen. Ja, daar lopen ze nou. Ze gaan daar rechts. In begin met trap. En wat wil je dat ze rechtsaf. Ik heb een trap rechtsaf, zegt hij dat. Andere. Ja. En dan? Ja, we zijn rechts. Kamer. Toch? Wel, waar is het om die kamer te doen? Ben jij in die kamer? Rechtsaf kamer. Dave, kom. Nee. Hier? Dave blijft hier. Danny, Katie en Sandy komen naar jou toe. Daar binnen ben ik. Zij zit in die kamer bij je schoen. En dan, als ze er zijn, wat ga je dan doen? Nou komen ze weer terug. Lamp. Lamp, ja. Lamp is uit, sorry. Het is best leuk dat we aan het praten zijn, maar we komen niet heel veel verder volgens mij. Dus als je nou echt iets wil, moet je dat nou zeggen, anders gaan we stoppen. Nou was ik in die kamer. Was jij ook. En toen? Wat wilde je me daarna vertellen? Die kamer is goed. Ik heb iets gedaan wat ik nooit zou doen. Ik heb je gevolgd. Ik heb op jouw commando ben ik naar een andere kamer gegaan. Vraag maar aan Dave, zou ik nooit doen. Ja. Dus ik ben best wel heel ver voor je gegaan. Dus ja. Mag je wel eens terug doen, toch? Ik ga 2 meter even loslaten met die groene lampjes. Volg. Wat? Volg. Het. Groene. Ja, het groene lamp. Ja, precies, groen lampje. Dat is eigenlijk wat bizar. Lopen. Dat is wel bizar. En ik zat helemaal op de. Ja. Dat is zo gek. Ik zie. Ja, hij heeft daar mega veel energie gekregen, hè? Wat zie je? Deur. Niet. Bar. Wat? Oh, niet bij de bar. Af je even luisteren, ik moet niet bij de bar zijn, maar bij de deur. Schoen. Bij de schoen. Schoen, bij de schoen. Deur. Lopen. Dat is wel echt heftig. Trap. Sterk hoor. Ik heb hier een beetje. Nou, dat heb ik niet goed. Loop door. Loop door. Richting trap. Richting trap. Ik denk nog wat er met die schoen aan de hand is. Waarom staat die schoen daar? Ja. Ja? Waarom staat die schoen daar? Kijk, dit is echt fantastisch. Kom. Wie moet er komen? Noem even een naam. We hebben Ernst, we hebben Dave, we hebben Danny, we hebben Brits, we hebben Peter. We hebben Sam, we hebben Lars, Katie. Wie moet in de kamer komen? Niemand? Nou, jullie. Kom je naar ons toe? Ja, dat is nog gezellig. Kijk, als je naar ons toe komt, dat zou ik wel tof vinden, want dan kun je hier een beetje geluid maken voor ons. Of iemand aanraken. Ja, ik hoor hetzelfde. Wij. Wat? Hm? Wij ook. Ja, wij ook. Ja? Maar je deed toch niet? Hij deed het schoen met een deur, zegt hij. En met de trap moet je rechts. Kijk, ja, het is een tik verklaren. Het water wat hier door het dak heen. Oh, daar komen vreemd zijn eigenlijk. Gek. Vrouw ben je? Hallo. Je was echt zo grappig. Serieus. Hoe weet jij? Chris, kun je ons vertellen wie je heet? Nee, jij. Ik heet Luc. Tom. Hoi Tom. Heb jij een mooie kamer?
Wil je eens de camera laten zien? Is daar. Kan je de schoen bij de deur of niet? Limburg. Ja, dat is grappig. Maar ik ook niet hoor. Was dat? Wat? Die steen. Ja, iemand die op een steen in liep. Vier. Was hij bij die stoel terug of niet? Ja, dat is zo. Dat is echt een daai, joh. Ja, die Limburg was grappig, joh. Ja, zei ze, Limburg. Dat is super grappig. Ik zei wel, was je camera met de schoenen of niet? Nee, Limburg. Limburg. Oh, dat is goud. Die vertraagde wel heel mooi, hè. En die hallo of die hi was ook echt super grappig. Maar ben je nou... Ja, er komt niks anders meer door dan alleen maar grapjas. Oké, dat is goed. Dus ik denk dat het was. Ja. Ik kan het niet anders maken. Hè? Wij hopen dat jullie weer genoten hebben. Mocht je het nou tof vinden, geef me een like. Vind je onze video's tof? Klik op abonneren. Dank voor het kijken en graag tot de volgende. Later.